komen, daar staat een deel van de bevolking hier. Zeg maar, die staat op humanitarian aid te wachten. Daar gaan we ook even naartoe. Dan gaan we even hier kijken. Ze krijgen in ieder geval water. Dat is brood nodig deze dag. Want het is natuurlijk snikheet. Het is hier 30 tot 35 graden. Mensen die staan te wachten op hulp. En dan gaan we hierheen. En dan kun je zien dat ze ook nu hulp krijgen. Ze krijgen nu water. Het water wordt uitgedeeld. De mensen gaan stuk voor stuk erheen om het hoognodige water te krijgen. Wat ik al voorheen zei, het is hier heel, heel erg heet. En de mensen hebben natuurlijk heel hard water nodig, want deze dingen zijn natuurlijk nog niet allemaal op orde, zeg maar. Даже сами американцы, можно с вами американцы, если